Nou, we moeten er niet aan denken dat je zo'n groep uit je familie zou moeten missen. Ja. Het is toch te gek, hè? Met dat gevoel kwamen veel Haarlemmers op de herdenkingsbijeenkomst af. Juffen van basisschool De Kring van Quint. Crèchleidsters van kinderopvang Haarlem waar Pijker naartoe ging. Buren, kennissen, sportvrienden. Ze rouwden samen met de familie om het verlies van Antoine, Simone, hun twee zoons en oma. Het is zo ontzettend onwezenlijk natuurlijk wat er gebeurd is. Dan kan het niet eindigen met niks. Dan is dit heel goed. Dan is dit een heel goed moment met de foto's, met alle verhalen, waardoor het eigenlijk weer ging leven en ze er eigenlijk bij waren. De familie bedankte uitvoerig de steun. Het verzacht in ieder geval de pijn, aldus een broer. Ja, zoals de pastoor terecht zei, de tijd hield niet alle wonden. En het is goed als mensen steun ervaren, want dat helpt om dit verdriet gewoon te verwerken.